Welkom bij Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. Mijn naam is Ryan Meerbeek en vandaag sta ik bij de Adria Adora 522 UP in onze prachtige showroom. Dat is een hele mooie caravan. Ik ga hem helemaal laten zien aan de buitenkant. Mijn collega Mark laat u dadelijk de binnenkant zien. Gaan we ook nog vertellen hoe mooi die prijs is geworden. En dan denk ik dat het alleen maar naar Doetinchem toekomen is met de auto. En dat kan niet van nu zijn. De buitenkant. 7,20 meter lang is de caravan. Hele mooie maat dus. En hij is 2,30 meter breed. Laten we bij de disselbak beginnen. Die gaat zo helemaal omhoog. Er zit zelfs een reservewiel bij. Sling om de poten weer uit te draaien. Er kunnen twee gasflessen in. Adria al inclusief. Hij is super compleet en dat gaat u in dit filmpje allemaal ontdekken. Doe deze weer dicht. De caravan ligt op een alcohol-chassis. Dat is het beste van het beste. En hij is ook voorzien van een alcohol-stabilisator. Met zo'n alcohol-stabilisator voelt u helemaal niet dat die caravan achter de auto ligt. Dat is echt waar. Ik heb het zelf wel eens ervaren. Kijk naar de zijkant, die is super mooi. Het is net alsof dit een kunstwerk is. Zo mooi hebben ze met de kleuren gespeeld. Ik zal de deur even dicht doen, dan krijg je echt een totaal indruk van hoe mooi dat kunstwerk eruit ziet. Kijk ook naar het geblindeerde raam in de deur. Zit er ook gewoon in, hè? Normaal zit er nooit een raam in de deur, maar bij deze Adria Caravan wel. Aluminium velgen zien we daar ook zitten. Super mooi. Stroompunt. En hier zit zelfs een combidoos bij. Met dus een buitenstopcontact. En dat is super handig. Want wij van Meerbeek hebben er ook een luifel op gemonteerd. En daar heeft ze dus lekker een stopcontact onder de luifel. De luifel heeft de maximale lengte wat erop kan. Ik denk dat die 4,5 meter ongeveer is. En hij heeft een uitval van 2,50 meter. En een heel mooi grijs anthraciet doek. Kijk eens hoe mooi die letters erop gelegd zijn. Dat is wel super, hè? Dit handvat past perfect bij die letters, maar dit handvat is eigenlijk niet helemaal meer nodig. Want wij bij Meerbeek Caravans & Campers monteren altijd Enduro 515 FL Movers onder de caravans. Dat is het allernieuwste type en die zijn ook voorzien van de waterpasfunctie. Op één knop, op de assenbediening, de caravan staat helemaal waterpas. Kijk ook naar die achterlichten. Dat is echt heel erg modern, ziet er heel futuristisch uit. Het is een hele mooie caravan. Ik nodig u uit om naar Doetinchem toe te komen, maar eerst krijgt u van ons nog de binnenkant. We zien u binnen. Ja, kom, hier gaan we naar de binnenkant. Wat mooi is om te zien als we bij die Adora gaan, voordat we naar binnen lopen, kunnen we die hele mooie brede deur zien. Die geeft heel veel toegankelijkheid wat dat betreft. Uiteraard is ook standaard die plissé hoogdruk te zien. Aluminium profiel, aluminium drempel zijn er twee van die kwaliteitskenmerken. En wat je natuurlijk in die buitenkant ook eens zag, die mooie gladde plaat. Dat is een polyester platenstad. Een hagelbestendige plaat, daar zijn ongekend. Maar een leuk detail is, Ryan zit dan weer de caravan, maar weet je waar die onder zit? Als we hier naar de voorkant kijken, hij zit dan onder dat atriumraam, wat bij deze Adora standaard is. Dat atriumraam geeft een supermoderne voorkant, met die diffusers wat erop zit, wat een goede stroomlijn geeft. Maar er zijn nog wat details aan de buitenkant. Kijk, nu gaan we naar de binnenkant. Ryan, ik zie jou mooi in die rondzit zitten van die Adora 522. Hoe is dat zitcomfort? Geweldig. Oké, we kunnen de kijkers natuurlijk van alles vertellen, maar we kunnen natuurlijk geen dingen laten voelen, zeg maar. Dan moet je echt in onze showroom komen, hè. Het mooie van Meerbeek Caravans & Campers is dat we natuurlijk altijd een 100 nieuwe modellen hebben staan. Van echt al die populaire merken. We hebben nu die Adria Adora collectie helemaal compleet. Uniek is dat eigenlijk. Dus dan is het echt voelen en ruiken. Dan denk je van, ja, daar wil ik meer op vakantie. Voorkant. Hier komen we dus bij die rondzit. Die is echt royaal. Zie de mooie circus er ook in zitten. Het atriumraam komt weer goed zoals terecht, waardoor je dus heel veel licht hebt. Uiteraard heeft zo'n atriumraam ook een complete hor en een verduistering erin zitten. Dus bij slapen gaat het heel donker kunnen doen. En hij kan open voor de ventilatie. Daar zijn een paar hele mooie details met atriumraam. We zien een moderne, strakke kassaverging. Er wordt lichthout gebruikt met een soort van magnolia wit. Een hele lichte witkleur is het, met iets crème erin, wat het heel warm maakt. En dan zien we hier echt royale keuken. XXL keuken. Kijk eens wat een laders hier zitten. Hier hebben we een hele grote keukenladen. Nog een keukenlade. Nog twee grote keukenlades. Nog een keukenlade. Hier is nog de klep. Daar moet heel veel spulletjes in kunnen. Dus heel erg veel ruimte. Moderne gasplaat met een driepits.
Die drie pins hebben ook een elektronische ontsteking. Dus dat is ook makkelijk in bediening wat dat betreft. En dit zijn nog leuke details. Dat is eigenlijk samen met IKEA ontwikkeld. Dat zijn bakjes waar je spulletjes in kunt doen. Dat is heel makkelijk kunt werken in die kerf en in die keuken. Die profielen zitten eigenlijk door de hele keuken gemonteerd. Maar ook waar hij zit, in die rondzicht. Dan heb je ook weer de aflegbakjes. Er zijn van allerlei accessoires. Er zijn de grote sterren er compleet bij. Dit is ook wat uit te breiden als je zo graag wilt. Detail van de keuken. Afzuigkap, ook standaard bij de Adora. Werkelijk, alle luxe zit er gewoon in. XXL koelkast. Dit is de Tedford koelkast met automatische energiekeus. Dus gas 12 volt of 220. Hij beslist het allemaal zelf, hoef je niet over na te denken. Altijd je gekoelde drankje en je gekoelde eten bij je. Maximale ruimte benut. Hier staat push. Hier nog een mooi kastje voor je spulletjes. En onder de koelkast ook weer push. Kun je ook open doen. Ook weer spulletjes die je op kunt bergen. Dus je hebt heel veel werkruimte wat je hebt. En dan komt na die koelkast in die keuken. Dan komt het enorme bed. Bed van 2 meter bij 1,40. Hele goede kalfschuimmatras erin. Hoofdeinden zijn in hoogte verstelbaar. Ziekers horen erbij. Mooie grote kasten rondom. Die geven heel veel bergruimte. Ik zal er eens eentje voor je open doen. Hier zit er dus veel kastruimte in zit. Goede ventilatie zit er ook in. En top of the bill, standaard voorzien bij Meerbeek met airco. Dit is een hele goede airco, 2600 watt. Die kan koelen en verwarmen. Dat zijn dus vrij stille airco's zijn dat. Koelen en verwarmen is ideaal. Maar dan kun je het voor het naseizoen, hoef je niet zoveel gas te halen. Dan kun je en verwarmen met de airco. Maar ga je naar die zomeroren toe, kun je heerlijk koelen met die caravan. Dat je koel in die caravan zit. Heel mooi punt. En dan heb je hier het toilet. Dit noemt Adrie altijd de oplossing in de caravan om ruimte te creëren. 3-in-1. Het is minder dan 1 vierkante meter. Ik heb een complete douche waar ik me kan douchen. Binnen of via het doucheraampje naar buiten. Ideaal. Ik heb een toilet waar ik royaal kan zitten. Dat vind ik echt heel royaal. Comfortabel. Overal is aan gedacht. En de wasbak zit achter de spiegel hier opgeborgen. Met de warm- en koudwaterkraan. Bergruimte is nog over nagedacht. Douchegordijn zit erbij. Alle luxe is standaard. Hier zagen we natuurlijk al de goede ventilatie met hor en verduistering. Bij heel veel fabrikanten ja, moeten ze ook zo'n ding niet toch nog weer bijkopen dan. Hier is gewoon standaard. Dus dat is ongekend. Moderne verlichting erin. En dan komen we hier bij het punt aan. Doordat dus die wasbak daar mooi opgeborgen is, heb je hier nog een extra kastruimte. Dus voor lange vakanties kun je makkelijk gewoon heel veel spulletjes meenemen. Het is ongekend. Hier heb je boven de kachel ook weer een heel groot opbergvak. De hangkast zit erin. Goede stank erin. TV-steun standaard voorzien. Hier nog met een grote kast. Dus de bergruimte is ongekend. Hier zien we dan weer wat ingebouwd standaard voor deze caravan. De caravan heeft dus standaard die lichtgewicht accu erin zitten. Dat je dus die mover, wat Ryan net al uitlegde, gewoon altijd goed functioneert. Vorige in de lithium accu, die hebben een 30 minuten rangeertijd. Hij heeft een gewicht van circa 3,5 kilo. Onderhoudsvrij, ideaal. Mooi stukje techniek wat er nog in zit. Hier zit het mooie controlepaneel van Adria, speciaal ontwikkeld door Adria. Kun je waterniveau zien, kun je lampen regelen, kun je spanning regelen wat dat betreft. Dat zijn hele mooie items. Ik heb nog iets gehoord van Bluetooth, Ryan. Kun je er even kijken, iets van vertellen? Ja, dat zit er ook op. Dat zoeken waar het precies zit. Kijk, het zit daar zo. Daar, ja, daar zit ik het. Zie. Ja. Nou, daar kun je dus met je telefoon mee verbinden en dan kun je alle muziek afspelen die u zelf leuk vindt. Overal op de wereld waar u bent met uw caravan. Nou, ik heb een mooi knopje gevonden, moet eens kijken wat er gebeurt. Oh, dat is heel veel dicht, ja. En bekijk wat er nu gebeurt. Dan hou ik het knopje ingedrukt. Dimbare verlichtingsstandaard. Ja. Zit er standaard in. Hier nog veel meer lichtknoppen. Ook onder andere de knop nog voor de vloerverwarming die erin zit. Stopcontacten, USB-stopcontacten. Boiler zit erin. TV-steun is standaard. Is ook draaibaar naar de slaapkamer toe. Dus kijk alle kanten mee op. Ja, dat is eigenlijk uniek. En dan kom je dus op zo'n mooie full options caravan, hè, Ryan? Ja. Waar kunnen wij die voor aanbieden op dit moment? We hebben een ongekend scherpe prijs, hè? Ja, dan moeten we even naar buiten lopen naar de prijskaart. Kom, we gaan snel naar de prijs. Kijk, hier zijn we aangekomen bij de Adora 522. Het nieuwste model van 25 met een totale prijsvoordeel van €5.459. Ryan, kun jij kijken eens uitleggen hoe die prijs opgebouwd is? Ja, die is opgebouwd. Je hebt dan eerst de kale caravan en dan komen al die accessoires bij. De mover, de luifel, aluminium velgen, tv-steun, dakairco en nog veel meer. En dat hebben wij allemaal heel erg veel ingekocht. Daardoor hebben wij hele grote bulkkortingen gekregen. Wij hebben ook hele grote bulkkortingen gekregen bij de Adria fabriek, wat we van dit soort caravans hebben ingekocht. En die korting hebben we direct doorgevoerd in onze prijsstelling. En daarom kost deze caravan op dit moment €37.995. Daardoor is die korting mogelijk. Ja, dus dan heb je alles. En dat is dus wel uniek. Dan heb je dus een Adora 522 met werkelijk alle opties zijn aangevinkt. Dus echt full option caravan.
van 43,544 voor 37,995. Dus zijn jullie enthousiast geworden voor deze mooie caravan Frans Bert? Zou ik zeggen, kijk even op onze website voor beschikbaarheid, www.meerdijk.nl. En als nodig we de kijker gewoon uit de Doetinchem te komen, hè? Dan gaan we zelf, hè? Ja, zeker. Tot ziens in Doetinchem. We helpen u graag.